papier meer, maar ik heb weinig tijd. Dus ik ga me op bepaalde momenten wel aan mijn papier houden. Waarom? Ik heb geleerd dat dit heel gevoelige kwesties zijn, complexe kwesties. En dan een vaak als je woorden gebruikt, dat die dan soms gevoelig kunnen vallen. Dus ik zal bepaalde passages heel duidelijk om in de tekst. Spreek vrij uit. Neem me niet kwalijk. Maar hoe ik ben, dus Patrick Van Loten, ik werk als coördinator. En hier bij de mensenrechtenorganisatie in Vlaanderen, de mensenrechtenorganisatie voor personen met handicap. En sinds begin van het zo'n 20 jaar geleden, ik was er zelf niet bij op dat moment, maar zijn wij eigenlijk te zorgen voor inclusief onderwijs in Vlaanderen. De punten die we uitwerken, komen vanuit ervaringsdeskundigheid en vanuit andere expertise. Dus de combinatie van netwerk ervaringsdeskundigen, dus wat ik hier breng is niet mijn punt, maar is vanuit een netwerk ervaringsdeskundigen, en een paar mensen van een netwerk die ook aanwezig kan zijn. En ook samenwerking met mijn collega Philippe Somers, die de voorbije jaren inclusief onderwijs als thema van het overnemen heeft van mij. We hebben ook een bredere standpunt nota, want hier gaan we in op specifieke vragen, ook ingekregen. Daar gaan we ook veel niet zeggen. Maar we zijn tevreden met die studie daar hier, ik wil dat toch even zeggen. Omdat aandacht uitgaat naar juridische aspecten van inclusief onderwijs en VEPA, wordt daar onvoldoende rekening mee gehouden, merken we. We merken dat het een recht op inclusief onderwijs, want ja, het is een recht, met een aantal nuances, maar het recht op inclusief onderwijs vaak onderbelicht wordt of verkeerd voorgesteld wordt. We kunnen voorbeelden aanhalen van aanhoudende, al dan niet bewust, dat laat ik even nemen, maar toch voorbeelden van aanhoudende, misleidende voorstellingen van het inschrijvingsrecht. En ook verkeerde informatie in het gedrag. Dus belangrijk om het toch even juridisch te bekijken. En wat we ook merken, dat leerlingen, ouders, ook verenigingen die opkomen voor inclusief onderwijs en voor de recht op inclusief onderwijs, vaak aan de kant worden geschoven, vaak worden bestempeld als onrealistisch, onredelijk of eigenwijs. Dat wim, ik heb vandaag zelf gehoord dat wij de schuld zijn van het mislopen van het MDP. Zo klonk het eigenlijk. Maar goed, wij weten dat we op debatten meestal niet goed lukt, maar als we samen een koffietje drinken, waren dus vandaag. Maar goed. Dat is de vraag, wat impliceert dat beleidingsdecreet en wat behouden we, wat laten we los en wat verbeteren. Daarom ben ik kort van nadenken. Ik heb rond behouden 5 punten, rond loslaten 5 punten, rond verbeteren 5 punten en één van die 5 van kort werd besproken iedere keer. Kort dus, wat behouden we? Ik denk dat we het best behouden dat het gewoon onderwijs de opdracht geeft om les te geven aan alle kinderen. Ook aan leerlingen van de leerstoornis, leerlingen met een handicap, of leerlingen met gedragsproblemen. En dit is een rechtzetting, een historische rechtzetting, van de wet op het buitengewoon onderwijs van 1970. Want toen werd de gewone school van die opdracht ontgeven. Dat bevat het best. De tweede, het recht op redelijke aanpassingen, is door het M-decreet, want recht op redelijke aanpassingen bestond al, maar is door het M-decreet verankerd in onderwijswetgeving. Heel belangrijk. En van toepassing op het moment dat er een inschrijving gebeurt. Voordien was een draagkrachtafdeling, maar het is geen juridische bedrijf. Dus het recht op redelijke aanpassing in die inschrijvingsregeling behouden. Ik herhaal, handig heb ik ook al gezegd, maar behoud het uitgangspunt, de paradigma shift. En behouden dat het een veranderingsproces is dat verloopt. En een veranderingsproces, dat is, dat er een veranderingsproces nodig is om die paradigma te laten gebeuren. En dat zo'n veranderingsproces ook wel managers nodig heeft. Begeleiders van het veranderingsproces. In het M-decreet is dit voorzien. Was dit voorzien? Door de inzet van competentiebegeleiders, want Matrien, dat was een van de eerste beslissingen van de vorige minister. Begonnen we dan de afbouw van die competentiebeleiders? Wel, dat zijn de veranderingsmanagers en de veranderingsbeleiders. En die zijn heel hard nodig voor de paradigma. En wat die
principieel inschrijvingsrecht voor alle leerlingen. Principieel inschrijvingsrecht. De basis en procedures, maar principieel inschrijvingsrecht. Ieder leerling heeft het recht om zich in te schrijven in de gewone school. Dat is ook wat het VN-verdrag heel duidelijk staat. Dat is dat niet te veel ontzeven. Maar dit is nu juist de hot item. Ja. Als men aangeeft dat men wil sleutelen aan het inbekleed, geeft men vooral aan dat men wil sleutelen aan het inschrijvingsrecht. Ja. Voor leerlingen met IAC, en ik denk ook voor leerlingen, dat heb ik genoemd, drie leerlingen met bedragsfunctionele problemen. Kijk, als we die twee groepen eruit halen, op het niveau van het recht op inschrijving, dan doen we niet meer aan inclusie. Dan doen we aan integratie. Dus laten we dan duidelijk zijn dat men dan zegt dat we aan integratie doen, maar niet aan inclusie. Ja, dus duidelijkheid. Als we dan inclusie doen, dan moet men ook voor die leerlingen een principieel inschrijvingsrecht hebben. Dit gaat er in mijn woorden, in mijn school, school van mijn dochter, jaren geleden, was het kijk, ze komt meedoen, ze gaat niet mee kunnen, maar dat is ook. Ze komt wel leren, maar ze gaat niet mee kunnen, als de waar niet. Ja, kort nog even daarop doorgaan. Dus ik heb een verschil tussen integratie en inclusie. Waar ook even op wijzen, een principieel inschrijvingsrecht is geen blind inschrijvingsrecht. En ook in het huidige indecreet is dat nu geconstateerd. Daar kunnen scholen weigeren. Het is alsof dat ze dat niet kunnen, ze kunnen dat wel. En belangrijk is om ook even stil te staan bij het feit dat het. Dat is een ruwe inschatting op dit moment, die IAC's, over 450-500 leerlingen gaat in België. Ja, dus laat ons er alsjeblieft een karikatuur van maken van 5 leerlingen als klas van. Ja, het gaat over 450 leerlingen. Mijn collega is berekend, ze is wetenschappelijker dan ik. 0,045%, 1 leerling op 2200 IAC op dit moment. Dus er is een dip in het onderwijs, die is groot, maar laat de schuld niet leggen bij de 450 leerlingen. Dat was de houding. Een vraag voorzitter? Ja. Loslaten. De typologie van het buitengewoon onderwijs loslaten. Deze of die. De CLB-attestering die blijft verwijzen naar het buitengewoon onderwijs. Maar gewoon de CLB-attestering die verwijst naar het zorgniveau. De regierol van het buitengewoon onderwijs, die moet ook weer loslaten. Ja, dus de regierol zal met gewoon onderwijs te gaan. Dat weet ik niet. Zeker ook de regierol. En de nadruk op, op het nieuwe type 9, dat was een reden om het te komen, maar de nadruk op dat nieuwe type 9, alsof dat daar iedere leerling met autisme buitengewoon onderwijs nodig is. Loslaten ook het buitengewoon onderwijs als plaats. Dit is ook de olifant in de porseleinenkast, wat met buitengewoon onderwijs. Het gaat hem over een transitie naar een nieuwe rol. Dat is hier ook wel duidelijk genoeg aangegeven. Het beste is special needs, dus buitengewoon onderwijs, hoe dat misschien vertaald, is een service, not a place. Is een dienstverlening, is een onderwijsdienstverlening en geen plaats. Wat ik vaststel, is dat er geen duidelijkheid is over de toekomst van buitengewoon onderwijs. Het is niet duidelijk waar staan we bij 5 jaar, bij 15 jaar of bij 20 jaar. Dus ik zal er duidelijkheid over verschaffen. Maar ook, laat ons staan dat beleid daar duidelijkheid over verschaffen. Het buitengewoon onderwijs gaat niet akkoord daarmee. Dat is een groot probleem. Dus hoe kan je gaan samenwerken met het buitengewoon onderwijs die niet akkoord gaat met de economische verandering in 5, 10 of 15 jaar. Dat zie ik als een loslaten, maar dus buiten ontwikkeling kan niet zijn een rol durven loslaten. In plaats durven loslaten. Verbeteren, duidelijkheid op het einddoel en een globaal plan voor diepgaande systeemverandering. Het is voldoende gezegd, maar dat is toch wel een belang. De ondersteuning verder uitbouwen op basis van de stappen die nu gezet zijn met ondersteuningsnetwerken. Ja, we moeten die terug afschaffen. Zeker niet terug aan de grond. Maar ik denk dat, het is ook al gezegd, de vertrekbasis van een ondersteuningsnetwerk moet zijn de ondersteuningsnoden van leerling, leerkracht en school.
meer inzetten op assistentie en onderwijs. Dat is nog niet gezegd. Dat is die link naar Balenciaga. Ik heb heel wat goede praktijk gezien van persoonlijke assistenten die een specifieke rol hebben in school. Die rol moet verduidelijkt worden en er moet een samenwerking komen tussen onderwijs en welzijn. En natuurlijk er moet het signaal van de ouders. De rol en positie van de ouders verbeteren bij de inschrijving en bij het vastleggen van de ondersteuning. Er wordt altijd wel gezegd van samenwerking met ouders, maar dat is weinig juridisch vastgelegd. Dus ook daarom dat in die zaak van MDSC tegen België er een opmerking kwam. De rol van die ouders wordt onvoldoende omschreven. Dus dat, ik denk dat dat op zich ook een keer zo'n studie dat zou kunnen. En het beleid graag focus daarop. Ik heb een minister Kruijs die na mij kwam op Radio 1 en die zei: ja, we gaan er iets aan doen. Ik denk niet dat er in de voorbije 2 jaar iets gebeurd is met wat daar in de ESC ook geweest heeft. Of. En dan, het laatste, is ook al aan bod gekomen, maar toch even: dus het differentiëren, het certificeren. Dit is een probleem dat niet aangekaart is door in het inbedrijf en wat toch zou moeten opgepakt worden. Dat test dat jongeren nu hebben die niet gasseren, dat heeft geen civiele waarde. Ook het, naar het basisonderwijs, dat heeft heel wat problemen. Na een bepaalde uitkering, dat heeft problemen naar aansluiting bij de arbeidsmarkt. Dus dat is zeker ook nog een werk om aan te pakken. Besluit. Heel veel energie gestoken, denk ik wel, in het afbreken van het MDG. Zowel de politici en media zijn daar blijkbaar heel van op dit moment. Maar goed, ik vrees dat we niet het kind met een bad wat van kracht mogen zijn, dat ook al gezegd is. Inclusief onderwijs is een mooi ideaal. Het is de moeite om na te steken, maar het is ook haalbaar. Het wordt vaak gezegd dat het is een illusie, inclusie. Nee, het is geen illusie. Het is haalbaar. We moeten wel dringend leren om meer te zeggen inclusie, ja, dus, in plaats van inclusie, ja, maar. Nu, ik denk dat het dus mooi zou zijn, we moeten hier kunnen afspreken, vooral positieve verhalen over inclusie te brengen, naar buiten te brengen, en voor de problemen die zich voordoen, en we zien die ook, daar oplossingen te zoeken. Dit zou een mooie stap zijn, op weg naar het ideaal. Het was maar 12 filmpjes, maar dat is niet gelukt. Dank je, Patrick. Heel goed.